racecarrière, hoe het nu gaat, omschrijven? Aan het racen. Wat is er nou zo leuk aan? Het is... ja. Ik vind de snelheid hartstikke leuk. Ik vind alles er leuk aan. Ja, maar het allerleukste dan? Dat moment, er zijn natuurlijk heel veel momenten die heel veel weinig mensen zich kunnen voorstellen hoe snel je gaat en dat soort dingen. Heb je een lievelingsmoment? Nou, ik vind de bochten vind ik eigenlijk, dat is het deel waar je op moet letten en dat is dus ook wel leuk. Hoe ga je zo'n bocht in? Ja, ligt eraan hoe de bocht ervoor is of erna. Ik zou zeggen vol gas, toch? Zo hard mogelijk. Nou ja. Hij zegt wel van het ligt eraan van wat de bocht ervoor of daarna is. Want als je bijvoorbeeld twee bochten hebt, je gaat die eerste heel hard in, dan sta je die tweede bijna stil. En dus dat is inderdaad wel een van de dingen. Ja. En hoe is dit nou begonnen dan? Want ja, we kennen natuurlijk allemaal jouw vader. Maar had je zelf ook voor paardrijden kunnen kiezen of zo? Of hoe gaat zoiets? Ja, ik zat eerst op voetbal van 4 tot 9 volgens mij. En toen op mijn 60 verjaardag gaf mijn vader me een kart. Oh ja, dus het is toch de schuld van de vader. Nou ja, kijk, ik voel me een beetje ongemakkelijk, omdat natuurlijk, er is natuurlijk ook een moeder. En zijn moeder Mariska, dat is natuurlijk mijn grote liefde. En die is ook een hele belangrijke drijfveer. Maar niet zo dat wij het liever willen dan hij. Hij motiveert echt ons. Hij doet het goed, hij doet het leuk. De pincode is natuurlijk de prestaties op school. Want als dat niet goed gaat, dan staat de rest ook stil. Want dat is een aparte school, dat is een sportschool, zeg maar. Nou hij doet VWO en dan tweetalig. Hier zit hij in zijn huiswerk, Chinees te doen. Wel in de auto, school. Oh, Chinees, ook nog een Chinees. Je denkt, ik heb het nog niet druk genoeg, ik ga nog een Chinees. Nee, dus het is tweetalig VWO, dus het is echt een hele zware kluif. En gelukkig heeft zijn moeder, die heeft bedrijfseconomie gestudeerd, afgestudeerd ook nog, dus we hebben één slimmerik in de familie. En die coacht hem wel goed, die begeleidt hem goed. Ik doe daar natuurlijk ook wat ik kan, maar... En hoe gaat het dan op school, René? Ja, tot nu toe gaat het heel goed. Je bent net naar een middelbare school gegaan, maar als je zoveel aan het trainen bent... Ja. Hoe combineer je dat? Ja, ik moet gewoon inhalen wat ik heb gemist eigenlijk. Nou, inhalen kan je wel volgens mij, toch? Een beetje het. Zullen we eens even kijken hoe jullie het op de baan met elkaar doen?